bij de webwinkelvakdagen en ik ga Jeroen Wolfs, oprichter van webservices.nl, interviewen. Wat doet webservices.nl? Webservices.nl is een soort van datasupermarkt waarbij wij een aantal datadiensten hebben ontwikkeld. Waarbij je met beperkte invoer in allerlei databases gaat kijken naar relevante kenmerken en die toevoegt aan het gegeven wat je vraagt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld als je een postcode huisnummer invoert, dan krijg je gelijk het adres of het bedrijf wat op die locatie gevestigd is, krijg je terug. En waarom staan jullie vandaag hier bij de webwinkelvakdagen? Nou, het is natuurlijk voor de e-commerce branche is het heel erg belangrijk, hè, voor de webwinkels, om goede en juiste data in systemen te krijgen. Ja, op het moment dat data foutief is, dan komt het pakket niet aan of het wordt niet goed en op tijd wordt het betaald. Dus eigenlijk onze klanten, dus de webwinkeliers, die staan hier en daarom zijn wij ook om ze te helpen. En welke trends en ontwikkelingen zijn er op het gebied van social e-commerce? Nou, je ziet heel erg dat in tegenstelling tot vroeger, waarbij men toch wel wat meer wilde weten over locatie, zie je dat mensen nu eigenlijk willen weten van wie zit er op mijn site. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Google Analytics, dan kun je zien hoeveel mensen, hoeveel bezoekers krijg ik. Maar met social commerce kun je ze ook zeggen van als iemand op je site zit, wat voor soort persoon is dat geweest? Hè? Is het een man, is het een vrouw? Wat is zijn leeftijd? Wat zijn zijn interesses? En dat gecombineerd met het klikgedrag, dus wat voor producten heeft zijn interesse, wat voor producten koopt hij, zorgt ervoor dat je een totaalbeeld krijgt van de klant, waarbij je later weer op kunt gaan targeten. Het zogenaamde social targeting, zoals dat tegenwoordig modern heet.